En het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Staatsolie en de Kustwacht werken samen om booractiviteiten in de kustwateren beter te kunnen monitoren. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht. Het kustgebied waar Staatsolie booractiviteiten houdt, moet vrij zijn van visserijactiviteiten. Dit in verband met de veiligheid van de vissers. Het gebied, ook wel het Nearshore gebied genoemd, strekt zich uit voor de kust van Suriname en wel van het oosten naar het westen. Dit is vanaf Kommewijnen tot aan de grens met Guyana. Staatsolie is op 1 april dit jaar gestart met de boring van 9 exploratieputten. De boringen worden uitgevoerd door de Westcaster RIG, een boorplatform van contractor Seadrill Limited. Rondom het boorplatform is een 500 meter veiligheidszone ingesteld. Deze mag niet worden betreden door onbevoegden, aldus een persbericht van NII.